daar speelt hij, hè? Bij Willem II. En ze zijn niet de beste. Maar dat zijn ze ondertussen hartstikke wel, Harry. Want ik vind dat Willem II best een heel leuk ploegje wordt. Ondanks dat ze even onderuit gingen. Maar voor niemand dan zingen ze, hè? Nee, dat zingen ze ook. Maar die hebben wel... volgens mij kwam die editie mee van NEC vandaan, uit Nijmegen. Daar hebben ze hem volgens mij nog steeds onder contract staan. In 2018. Ja. Maar die hebben ze gewoon met gemak naar Tilburg laten afreizen. Naar Adrie Koster. Ja, goed. Ze hebben die Joris Matthijssen. Ja, daar moeten ze een hek omheen gooien daar in Tilburg. Want ja. die heeft het allemaal zo voor elkaar gefietst. Die heeft dus goede mensen om zich heen. Goede scouts. En die haalt de ene speler naar de ander. Voor anderhalve cent naar Tilburg toe. En die spelen gewoon een fantastisch seizoen. Ja. En waarom kan dat niet bij Feyenoord? Want dat is dan de grote vraag. Ik als Feyenoorder vraag me af. Wat is hier aan de hand? Waarom? Is het zo dat ze in Tilburg met 0 centen in de knip een geweldig elftal op de been kunnen krijgen met spelers die bijna niks waard zijn? En dat doet allemaal de Joris Matthijssen. Ja. Maar de Joris Matthijssen, die hebben ze natuurlijk wel gevraagd in Rotterdam. Wil je bij ons komen? Maar ja, die heeft even gekeken en die denkt, het is daar zo'n puinhoop bij het Feyenoord. Daar heb ik geen zin in. Nee. Dus... Die komt niet. Zoek het lekker uit. En die krijg je dan ook niet goed. Ik word er dus helemaal niet goed van. Nee. Van dat hele verhaal van die Joris Matthijssen. Die wel dat hele Tilburg vol zit te douwen met talent. Ja.